Meermenschool Nederland opgericht. Waarom? Wat is de Meermenschool Nederland? Ik heb Meermenschool Nederland heb ik opgericht in samenwerking met Esco Duiveld. En omdat er toch best wel, dat ik merkte dat er best wel behoefte was aan, aan meer begeleiding van mensen die interesse hebben. En omdat ik behoorlijk vaak vragen kreeg, hoe doe je dit, hoe doe je zus, hoe pak je dit aan? En of ze moeten het allemaal weer zelf gaan uitvogelen, wat ik zelf allemaal gedaan heb en jaren mee bezig ben geweest. Of ik kan inderdaad gewoon mensen lesgeven daarin. Dus toen dacht ik, volgens mij gaat het gewoon helemaal lukken. Ja, dat is heel mooi. En je bent zelf Meermin? Ja. Sinds wanneer en hoe lang? Ik ben ermee begonnen in 2012. Toen was het eigenlijk als een kostuum voor een evenement. Maar toen kwam ik erachter dat er ook echt zwembare staarten zijn. Dus moest ik dat uiteraard proberen, omdat je dan niks van toch hebt, het water ermee in. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk zo ontzettend leuk vond. Gewoon snelheid die je onder water kan maken. En, maar toch ook de vrijheid die je eigenlijk hebt van het onder water zijn. Of je nou op spoeg hangt of gewoon zwemt. Alles vond ik leuk. Dus toen ben ik ook gaan freediven. Hè, want als meermin wil je toch wel je adem wat langer in kunnen houden. Dat komt ook op de opleiding aanbod. Niet de volledige freedive-opleiding, maar wel tips daarvoor. Dat is eigenlijk gegroeid. Wat doe je als meermin? Als meermin zijnde kan je performances geven. Op kinderfeestjes, maar ook voor openingen van hotels bijvoorbeeld. Of zwembaden, of optreden in aquaria. Of in het buitenland gebeurt dat bijvoorbeeld ook bij Las Vegas bijvoorbeeld. Hè? Dus daar om grote shows om geven. En dus wat dat betreft is er op zich best wel wat mee te doen. Ook op evenementen die georganiseerd worden wat iets met water te maken heeft, kan je dus in een tank. Dus dat er een soort mobiele bad is waar je dan kan performen. Dus wat dat betreft is er best wel wat te doen, zolang het maar enigszins met water te maken heeft. Voor wie is de Meerminschool? De Meerminschool is voor iedereen eigenlijk vanaf 15 jaar. We hebben expres een leeftijdsgrens ingesteld, dat er toch een stukje verantwoordelijkheid bij komt. Een stukje veiligheid, wat ik wel heel belangrijk vind. Dus ook minimaal zwemdiploma A en B. Dus dat je in ieder geval wel voldoende zwemskills hebt om hier aan te beginnen. Maar of je nou man of vrouw, het maakt allemaal niet uit. Iedereen is wat dat betreft gewoon welkom. Hoe lang duurt zo'n opleiding? De opleiding zelf is gesplitst in 3 niveaus. En, het eerste niveau bestaat uit 3 lessen. Waarbij je zowel theorie als praktijk krijgt. Dus ook bij de andere niveaus eigenlijk, maar dat hebben andere thema's, zeg maar. Het eerste niveau richt zich dus voornamelijk op de zwemtechniek, op veiligheid, rekken en strekken. Dus de belangrijkste dingen om mee te beginnen. Ja. Het tweede niveau richt zich meer op uiterlijkheden. Dus, tips voor make-up voor onder water, poseren voor fotoshoots. Daar zit ook nog behoorlijk wat technieken en proefjes achter. Zeker in staart, dat is helemaal niet makkelijk. En het derde niveau richt zich dus eigenlijk meer richting de wat geavanceerdere technieken. Dus hoe langer je adem inhouden, hoe zorg je ervoor dat je geen last krijgt van je oren als je wat dieper gaat. Wat dat betreft behoorlijk uitgebreid.